lieve landgenoten. Tja, daar zitten wij dan. Met z'n allen in de penarie. De puree. In de, om het maar eens recht voor z'n raap te zeggen, de strand. Het is vandaag woningsdag. En wij willen als uw voormalig vorstin graag wat woordjes tot jullie richten. Onze poging tot troost. Dat virus met die gezellig klinkende naam corona. Het is net een liedje. Nou ja, het heeft ervoor gezorgd dat veel mensen het buitengewoon moeilijk hebben. En onze steun verdienen. Nou, Benno! Hou even niet, hè? Hou even op met roken. Sorry, schatje. Ja, waar was ik? Oh ja, steun. Wij zijn buitengewoon trots op alle vaders, moeders, opa's, oma's, kinderen en happy singles. Er komt enorm veel, ja, hoe noem je dat, creativiteit los, hè? Om contact met elkaar te hebben. Het zij via de Zoom of WhatsApp. Kortom, de mensen blijken over veel veerkracht te beschikken. Heel goed, want eenzaamheid, lieve mensen, is een straf. Hè? En wij hier op Paleis Soestdijk kunnen dat weten. Creativiteit. Want wat kun je nou eigenlijk nog thuis doen als je al je puzzels al 3 maal hebt gespeeld? Of als ezeltje prik geen uitdaging meer voor je is? Dan kun je iets ondernemen. Wat wij ook graag doen. Thuistheater. Want wij zijn dol op toneel. Wij houden van theater. Hoewel het in ons geval eigenlijk meer paleistheater heet. Je knipt grappige hoofdjes uit de bladen of uit de tijdschriften. Hallo. Of deze. En dan teken je zelfgemaakte lichaampjes onder. 3. Of Chantal. 1. Ja. En dit zijn nou je acteurs. En nu alleen nog het script. Dat is heel makkelijk. Er zijn tal van verhalen in de wereld. Zoals Hans en Grietje of Repelsteeltje. Kent u die? Dat is toch helemaal niet leuk. Wat is dat dan leuk? Hè? Nee, Benno, dat is wel leuk. Laat mij nou even. En dan willen wij nog bedanken. De dokters. De verplegers. De onderwijzers. De bloemisten. En de taxichauffeurs. Maar bovenal. Die mensen die zorgen dat wij het thuis uithouden. De componisten. De muzikanten. De radiomakers, podcastmakers, boekenschrijvers, filmmakers, tekenaars, schilders. Kortom, alle makers van kunst en alle andere hardwerkende mensen willen wij enorm bedanken. En vooral jullie. Speciaal jullie, de kinderen. Want zonder jullie is er geen toekomst. En zonder toekomst is er geen kont aan. Houd moed. Nou, hoe was het, Benno? Hou nou eens op met dat vliegtuigje, alsjeblieft. Ja, lieve schat.